If anyone wants me, I'll be in my room. Oh my god, who the hell cares? Ik wil dingen met je doen. Leuke dingen, stoute dingen, bom bom dingen. Ja, menig bekende Nederlander heeft zich al aan de dubsmash gewaagd. De bedoeling is dat je dus playbackt voor een camera met een bekende tekst, waardoor het vaak een grappig geheel geeft. Hasta la vista, baby. Ook de burgemeester van Vlaardingen dacht om zijn nieuwjaarstoespraak eens fris en fruitig onder de aandacht te brengen. Dames en heren, meisjes en jongens, inwoners van Vlaardingen. Na de jaarwisseling is het een goed gebruik om elkaar het beste toe te wensen. U hoort dus de burgemeester van Vlaardingen, maar u ziet de Vlaardingse dubsmash queen Shireen Hollenberg. Maar waarom brengt de burgemeester zijn nieuwjaarstoespraak op deze manier? Het is nieuwjaar! En dan wil je nieuwjaarswens uitspreken! Doe even opnieuw! Maar het kan ook op een andere manier. Zoals met een dubsmash, een dubsmash. Omdat je alle inwoners van Vlaardingen wil bereiken. En dat is, heb ik op deze manier geprobeerd. Maar word je dan als burgemeester nog wel serieus genomen als je zo'n dame laat spreken? Ja, ik denk dat dat voor meer mensen geldt, dat ze vooral naar het plaatje gekeken hebben en iets minder naar het praatje. Dat mag trouwens ook. Maar het gaat erom, wat ik al zei, samen maken we de stad. En ik wens ons dat we dat ook samen doen, dat we elkaar opzoeken en dat we niemand buiten de boot laten vallen. Samen maken we de stad, zodat Vlaardingen bruisten van het initiatief en niemand buiten de boot valt. Prima toch?